Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik ben vandaag precies 21 weken zwanger en de tijd vliegt voorbij. Ik voel me nog steeds helemaal op en top. Af en toe nog steeds moe en hoofdpijn. En dat is echt nog het enige waar ik last van heb gehad deze zwangerschap. Dus ik ben echt heel erg blij en ik hoop ook dat het zo blijft. Qua gewicht ben ik nog echt precies hetzelfde gewicht als voor mijn zwangerschap. Ik ben intussen 2 kilo afgevallen, maar dat ben ik inmiddels weer aangekomen. En ik denk dat de komende tijd er wel wat kilo's bij opkomen. Maar dat is helemaal prima, hoort erbij. Mijn buikje begint ook mooi te groeien, dus dat is ook wel super leuk om te zien. Vandaag ga ik de kerstboom opzetten. Hier achter mij staan al wat dozen. Die ga ik straks gebruiken om de kerstboom mooi neer te zetten en alles lekker te versieren. Super veel zin in. En daarna gaan Mike en ik even de stad in. Ik moet nog even wat cadeautjes halen voor kerst. Dus we gaan ons opsplitsen in de stad. En van de week mag ik weer naar de verloskundige. En daar heb ik ook heel veel zin in. Als het goed is gaan we dan weer het huidje horen van het kleine meisje. En dat vind ik toch een super leuk en bijzonder moment. En aan het eind van de week gaan we heerlijk een weekendje weg. Dus daar heb ik ook veel zin in. We gaan naar Valkenburg. En zoals het nu is mogen we nog steeds naar de kerstmarkt in de grotten. Dus dat is ook wel heel leuk. Heel veel zin in ons jaarlijks weekendje weg met de familie. Dus komt helemaal goed. Ik ga snel beginnen met deze dozen uitpakken en het huisje te versieren in kerstweer. Nou, we zitten weer eens in de auto, hè? Dat doen we al vaak, maar we zijn onderweg naar de stad, want we gaan kerstcadeautjes kopen, even kijken of we het allemaal kunnen vinden. En ik moet ook voor Mike nog wat kopen, dus dan moeten we even allebei een andere kant op. Maar goed, dat hoort erbij, is ook niet heel erg, maar ik vind het ook altijd wel heel erg leuk om allerlei cadeautjes te gaan halen. Ik ben even op zolder gaan zitten. Ik heb in de stad namelijk de laatste cadeautjes gekocht voor de adventskalender die ik aan het vullen ben voor Mike. En daarna hebben we lekkere vegetarische kroketburger gehad met frietjes en komkommer. En ik heb dus de adventskalender van vorig jaar van de Rituals die ik heb gekregen gevuld met allerlei leuke cadeautjes voor Mike. En zoals je ziet zijn er nog een paar vakjes leeg. Dus die ga ik even opvullen, want daar heb ik net cadeautjes voor gekocht. En dan ga ik deze beneden neerzetten. Het is inmiddels alweer maandagmiddag. De tijd vliegt voorbij. Ik heb vanochtend lekker thuis gewerkt en het is nu 12 uur, dus ik heb een heerlijk pauze. Ik heb mezelf even een boterham met ei gemaakt. Tadaa! En Lux zit naast me, want ja, die houdt de ei en het brood heel goed in de gaten, zodat ik niks val, zodat hij kan ingrijpen als hij zin heeft in een stukje. En ik weet heel erg zeker dat hij zin heeft in een stukje. Hij heeft gewoon brokken er liggen, maar die eet hij niet. Hij houdt dit gewoon even lekker in de gaten. Verder heb ik lekker mijn huispak aan met mijn buikje erin. Deze heb ik gisteren gekocht bij de Guts & Gusto. En die zit echt heel erg lekker. Ik heb deze al in het zwart. En ik dacht, ja, lekker even een ander kleurtje erbij is wel heel erg fijn. Ik ga even mijn bord op tafel neerzetten, want ik vertrouw Lux toch niet helemaal. Want ik wil jullie even Lux laten zien hoe schattig dit eruit ziet. We hebben gisteren natuurlijk zijn kerstboom opgezet. Maar hieronder in de kast hebben we dus de Rituals huisjes neergezet. Dit is mijn nieuwe adventskalender van dit jaar. Dus daar mag ik vanaf woensdag in gaan openen. En hieronder heb ik dus de adventskalender van vorig jaar liggen. En die heb ik dus helemaal gevuld met allerlei leuke dingen voor Mike. Voor de rest de kast ook heerlijk in kerstsfeer gemaakt. Dus ja, vanmiddag ga ik nog even weer verder aan het werk. Maar ik ga nu eerst even lekker mijn boterham met ei opeten. En de foldertjes waren ook binnengekomen van deze week. Dus dat vind ik ook altijd wel leuk om door te lezen. Dus die ga ik ook even erbij pakken. En dan is de pauze ook alweer voorbij. En kan ik weer lekker aan de slag. Vanavond gaan we bij Mike's opa en oma eten. Eten we boerenkool. Dus dat is ook wel heel erg gezellig.
waar een pauze al wel niet goed voor is. Ik zat net online te kijken en het is dus vandaag Cyber Monday. En de box die wij al een tijdje op het oog hadden, die was nu in de aanbieding. Het scheelt niet heel veel, maar toch iets. Dus we konden eigenlijk een soort van gratis boxkleed erbij uitzoeken. Dus dat hebben we gedaan. En die heb ik net besteld en die komt volgende week ook al binnen. Super gaaf. We hebben een zwart design gekozen met een beetje hout erbij en een lade. Ik vond een lade echt een must om erbij te hebben. We hebben natuurlijk hier in huis ook dat hout met dat zwart, dus dat ja, vond ik wel een prima keuze. Dus die hebben we uitgekozen en dan komt hij ook al binnen. Binnenkort even weer verder kijken naar kinderkamertjes en dat soort dingen. En dan komt langzaam alles dichter in de, ja, dichterbij. Ik hoef natuurlijk nu nog 19 weken, dus dat gaat al wel heel snel. Ik ben gewoon al op de helft, dus daar gaan we dan even naar kijken. En dan moeten we dat binnenkort ook bestellen, want er zal wel een leeftijd op zitten. Ik lig heerlijk op de bank, want mijn werkdagje zit erop. Achter mij brandt de kerstboom, maar die brandt al de hele dag. Dat is gewoon gezellig. Mijn collega Lux is ook mee verhuisd naar voren. Die zat ook gezellig de hele tijd achter me. En ik ga nu van de bank af, want we gaan naar Mike's opa en oma. Daar gaan we boerenkool eten. En dat komt heel goed uit, want ik heb heel veel honger. Goedemorgen, het is dinsdagochtend en ik ben best wel moe. Ik ben gisteren op tijd naar bed gegaan. Maar ik kon op een of andere manier niet slapen. Ik was echt gigantisch druk in mijn hoofd. Was van alles aan het bedenken. Alles wat ik nog moet regelen voor over ja, hoeveel weken zal het zijn. Ik denk en hoop nog 19 weken. Maar goed, je weet het niet. Dus ik was ineens heel erg druk in mijn hoofd. Hoort erbij. Maar dat betekent dat ik nu wel een stukje moe ben. En ik ga naar het werk. En ik heb weer van alles lekkers mee naar het werk. Dus ik dacht, laat jullie even zien wat ik vandaag weer meeneem naar het werk. En dit staat er vandaag op het menu. Ik heb weer lekker kwark mee met een beetje honing. Dan een lichte haverkik, banaan en zo'n gouden gele kiwi. Dus dat eet ik vandaag lekker op het werk. Ik ben weer lekker thuis van een uurtje sporten. Het was echt heel fris. Ik heb ook de oorwarmers opgehad en nu nog steeds op. Maar ik ga zo lekker in de douche. Het was echt een fijne training. Ook super blij dat het mocht, ondanks de maatregelen. Dat dat gewoon lekker door kan gaan. En dat ik, ondanks dat ik zwanger ben, ook nog steeds de sporten vol kan houden. Sommige dingen worden wel wat lastiger, maar echt helemaal prima te doen. Dus daar ben ik echt ontzettend blij mee dat het allemaal kan. Zometeen ga ik lekker warm onder de douche. En dan plof ik in mijn pyjama op de bank. Gaan we lekker tv kijken. Maar Mike en ik hebben nog een mysterie. Want toen wij thuis kwamen van het werk, had mijn moeder een envelop bij ons op tafel neergelegd. Die was bij hun bezorgd. Onze namen staan op de envelop. Mike en Cindy staat erop. Het adres van mijn ouders staat erop. Postzegel zit erop. Dus het is gewoon door de postbode gebracht. Maar het mysterie is, deze zit erin. Hartstikke lief en leuk. Maar op de achterkant staat niet van wie het is. Er staat ook geen postcode op de envelop. Dus we hebben geen idee. We hebben het al op Instagram en op Facebook gezet. Misschien dat iemand reageert van, goh, dit hebben we naar jullie gestuurd. Maar ook nog niet. Dus ik ben echt heel benieuwd van wie het is. En ik hoop er toch wel achter te komen. Want ja, dan ben je toch wel benieuwd wie je dat toe heeft gestuurd. Goedemorgen, het is woensdag. Ik ben net wakker geworden. Ik heb weer een rode kleur. Dat betekent dat ik weer een beetje hoofdpijn heb. Dat is telkens zo, maar goed, helemaal prima. Ik voel me verder wel goed. Ik mag namelijk nu eerst naar de verloskundige toe. Dus als het goed is kunnen we dan weer het hartje horen van ons kleine meisje. Superleuk. En daarna ga ik aan het werk. Maar omdat het 1 december is, mag ik het allereerste vakje van de adventskalender openen. Dus dat ga ik doen. Ik heb een Rituals adventskalender. Ik heb voor Mike een adventskalender gemaakt. En ik heb nog een Lindt adventskalender, dus met lekkere chocolaatjes. Dus die ga ik er even bij pakken. En hier staan onze huisjes heel gezellig onder elkaar. En zoals elk jaar is het eerste vakje een kaars. En deze ruikt echt wel heel erg lekker. En vakje nummer 1 is een super lief chocoladebeertje. Ik kom net thuis van de verloskundige en alles was helemaal goed. Heel erg fijn, hartslag weer gehoord. Kindje ligt op een goede plek. Placenta moeten we natuurlijk nog steeds laten kijken. Dus daar heb ik binnenkort weer een echo voor. Dus die heb ik een verwijsbrief voor gekregen. Dus daar moet ik even een afspraak voor inplannen. Over een paar weken mag ik alweer komen nog in dit jaar. Ik had echt verwacht dat ik pas volgend jaar weer terug moest komen. Maar dat is dit jaar nog. Wel het eind van het jaar, maar toch dit jaar. En ik moet nog een afspraak maken voor opnieuw bloed te prikken. In verband met mijn bloedgroep en de bloedgroep van het kindje. Dus dat moeten we allemaal nog eventjes regelen. Maar ik ga nu eerst lekker aan het werk. Ik heb een lekker broodje mee van de bakker. Dus die ga ik straks in mijn pauze opeten. En vanavond ga ik samen met Evelien lekker zwemmen.
Goedemorgen, het is vandaag al vrijdag. Gisteren heb ik niet gevlogd, ik heb gisteren de hele dag gewerkt. Na het werk hebben wij Lux weggebracht, want we gaan vandaag een weekendje weg. En daarna ben ik ook gelijk op bed gegaan, want ik had echt super hoofdpijn. En ik heb ook wel een beroerde nacht gehad, misschien zie je dat ook wel aan me. Maar ik voel me nu gelukkig een stukje beter. De hoofdpijn is er nog wel, maar het trekt langzaam weg. Gelukkig hoef ik zo meteen niet te rijden. We hebben namelijk een familieweekendje en we gaan lekker naar Valkenburg. We gaan naar Landen de Kouwberg. En daar heb ik echt super veel zin in. De kerstmarkt daar gaat door in de grotten. Dus daar gaan we naartoe. En als het goed is gaan we morgen naar Maastricht. Dus gewoon super gezellig. Papa en ik hebben van de week al boodschappen gedaan. Dus dat is allemaal al geregeld. Mike is nu eventjes naar het dorp. Die gaat namelijk eventjes een ontbijtje voor ons fixen. En even wat lunch voor in de auto. En dan gaan we zo meteen die kant op. Om 9:30 gaan we met z'n allen die kant op. Dus dat is al heel erg super. Ja, ik heb gewoon heel veel zin en ik ben blij dat het door kan gaan. Ik ga zo nog even de adventskalender openen. En ik neem ook een doosje mee. Want morgen zijn we natuurlijk niet thuis. En die doosjes van de Rituals adventskalender kan je er gewoon uithalen. Chocolaatjes niet, dus die moeten wachten tot zondag. Wij zijn net aangekomen in onze bungalow. Echt super mooi. Ik zal jullie het zo wel laten zien. Hier achter het uitzicht. En we hebben hier ook nog een overkapping met zo'n barbecue en een zitje. Echt mega leuk. En er ligt ook een cadeautje voor mij klaar. Dus die ga ik eventjes aan jullie laten zien. Kijk, super lief. Lekkere chocolaatjes. Die gaan we echt wel opeten dit weekend. En een cadeautje voor ons kleine meisje met een kaartje. Dank jullie wel. Nou, dit is dus de woonkamer. En dan hebben we hier gelijk de eethoek met keuken. Dit is dan de slaapkamer boven met de zonnebank. En aan de andere kant boven heb je een slaapkamer met sauna. En dan hebben we hier de badkamer boven met toilet en een bubbelbad. En dan hebben we beneden nog een slaapkamer met daarbij een badkamer. Eraan vast. Dus hier vermaken we ons wel de komende dagen. We gaan snel wat spulletjes uitpakken en dan gaan we naar de kerststad. Want daar hebben we dus tijdsloten gereserveerd voor die kerstmarkt in de grotten. Wij zijn net bij de kerstmarkten in de grotten geweest en lopen nu lekker het centrum in. Het begint al donker te worden, het is 4 uur, dus we hebben nog eventjes de tijd om te winkelen. Wij zijn weer terug in de bungalow. Echt super leuk die kerststad Valkenburg. We zijn bij de grotten geweest. De gemeentegrot vond ik persoonlijk de leukste. Het is ook de grootste. Maar het was super rustig. Het is vandaag vrijdag. En ik weet niet of het aan de dag ligt dat het rustig is. Of dat misschien mensen ook niet weten dat het geopend is. Maar het was echt heerlijk rustig. Super fijn. Dus konden we lekker rustig rondlopen. Ik heb ook nog wat gekocht. Ik heb Christmas gin gekocht. Ja, ik weet dat ik het niet mag drinken. Maar ik ben gek op kerst en gek op gin. Dus ik denk, ja, die neem ik mee. En nu waar ik gewoon helemaal goed tot volgend jaar. Dat kan, ja, prima. En we hebben van die kleine mini kerstlofjes gekocht. Super schattig. Net bij de receptie hebben we even een roosje opgehaald voor de barbecue. Want we gaan nu lekker winterbarbecuen.
Goedemorgen, het is inmiddels zaterdag en wij lopen naar de bushalte, want we gaan met de bus naar Maastricht. Als het goed is de kerstmarkt doorgegaan dit jaar, tenminste dat hopen we. En anders gaan we gewoon daar winkelen, ook helemaal prima. Maar er stond eerst dat het dus niet doorging en uiteindelijk dat het wel doorging. Dus we gaan nu kijken of het zo is en anders gaan we lekker winkelen. Wij zijn weer terug in de bungalow na een gezellig dagje in Maastricht. Op een gegeven moment begon het echt te regenen en hebben we besloten om terug te gaan. Alleen stopte de bus niet meer de terugweg bij Landel de Kouwberg. Dus we moesten nog even 13 minuten lopen in de regen. Maar goed, mijn haar is inmiddels bijna weer droog en ik ga nu gewoon even lekker douchen. Heel veel zin in. Ik had ook een beetje koud gekregen, zere buik. Lekker douchen, even wat makkelijks aan. Maar het was echt super leuk in Maastricht. De kerstmarkt was geopend, die is tot 5 geopend, momenteel door de maatregelen. Maar het was echt super rustig. Leuk om even rond te lopen, niet heel groot. Verder nog even door Maastricht gelopen. Wat winkeltjes bezocht, ik heb ook nog het een en ander gekocht. En we hebben nog even lekker gezeten lunchen. En het begon op een gegeven moment te regenen, dus we hebben besloten ook weer terug te gaan. En daar zijn we nu. Ik zal nog wel even laten zien wat ik gekocht heb daar. Ik heb allereerst bij de Douglas mijn favoriete mascara gekocht. Die kan ik namelijk nergens meer vinden. Ik weet niet of ik kan zien. Zit ook in een doosje. Maar dat is de Tubeless van Clinique. Daar ben ik echt helemaal weg van. En ik kon ze nergens meer vinden. Online ook niet. En hier hadden ze er nog eentje. Dus die heb ik mooi meegenomen. Verder hebben we voor ons kleine meisje een heel schattig pakje meegenomen van de H&M. Super lief met allemaal van die stipjes erop. En een broekje erbij. Gewoon lekker klein maatje. Die vonden we gewoon super leuk. Dus die hebben we meegenomen. En ik heb echt gigantisch veel gekocht bij de Cotton Club. Allereerst. Ja, je hebt het misschien al gezien. Want ik heb in de pashokjes ook gepast. Deze flare jeans. Een groene. En die zat gewoon heel erg lekker. Heel erg prettig met mijn buik. Dus ach ja, die neem ik mee. En zit het na mijn zwangerschap niet meer lekker, dan heb ik er gewoon heel veel pyjama broek aan overgehouden. Ik dacht, helemaal prima. Dan heb ik 2 jurkjes meegenomen. Deze zwarte met een ribstofje en dezelfde in het bruin. Een bruin-oranje kleurtje. Ook korte mouw. En ik dacht, het is wel leuk met een vestje erom. Er zit een strikje aan, dus van mijn buik gewoon heel leuk in. En misschien dat ik dan die zwarte aandoe met kerst. Ik denk, dat zit gelijk wel leuk. En ja, ik vind het ook gewoon heel erg lastig om dingen te kopen. Ik vind het zonde om echt zwangerschapskleding te kopen. Want ja, dat gebruik je na de tijd niet meer. Ik denk, deze jurkjes kan ik na de tijd, want het zit dan bij de buik, valt hij er gewoon overheen. En straks hoop ik, als dan de buik weer weg is, dat die dan gewoon lekker naar beneden valt. Dat ik hem dan gewoon aan kan houden. Dus die heb ik meegenomen. Dan kan ik hem zomers aan, dus korte mouw. En 's winters doe ik er gewoon lekker een vestje overheen. En ik heb deze gekocht over het blouseje. Deze Spencer zonder mouwtjes. Hartstikke leuk. Weet je, het is altijd zonder mouw, hè. Maar dat is zo'n jurk en dan wil ik dan zo'n wit blouseje onderaan. Blouseje had ik nog, maar ik heb in de winkel even met blouseje gepakt om te kijken hoe het stond. En thuis heb ik nog een blouseje, dus die kan ik dan er gewoon lekker onderaan doen. Verder hebben we op de kerstmarkt nog macarons gekocht. Ik heb gekozen voor pistache, karamel, violet en vanille. Dus die ga ik nog opeten. Niet nu allemaal, want ik ga straks toch weer barbecuen. Die hebben we meegenomen. Ik vind macarons, als ik die zie, neem ik ze eigenlijk altijd mee. Dus dat hebben we gedaan. Voor nu ga ik lekker in de douche even wat anders aantrekken. En dan gaan we straks beneden weer lekker barbecuen. Want we hebben nog heel veel vlees over van gisteren.
We hebben lekker gegeten en een superleuk dagje gehad. Ik ben alleen heel moe. Iedereen is beneden nog lekker spelletjes aan het doen. Maar ik denk ik ga lekker op bed en ik ga lekker slapen. Dit was ook alweer de laatste dag van de weekvlog van de 21 weken zwanger. En morgen ben ik alweer 22 weken zwanger en begin ik weer de nieuwe weekvlog. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien en de volgende keer weer kijkt. Doei doei!